Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Competition Center Monthly. Hopelijk gaat het een beetje goed met jullie en is iedereen nog gezond. Mijn naam is Nick en ik ben er weer om je te vertellen over de tofste competities die zijn gespeeld en eraan zitten te komen in Nederland en België. Laten we beginnen. In deze video geven we jouw tips om je gameplay te verbeteren en laten we de beste plays zien die jullie hebben ingestuurd. Hierdoor kan iedereen die Competition Center volgt zien hoe goed jij bent in je favoriete game en kun je zelfs een toffe prijs winnen. In deze rubriek willen jullie elke maand de beste tips geven om jouw gameplay te verbeteren in je favoriete games. Denk dan bijvoorbeeld aan FIFA, Call of Duty en andere populaire games waar we allemaal eigenlijk heel goed in willen zijn. Deze maand krijgen we weer tips van onze vriend Maddy, die dit keer uitlegt hoe je gezond kunt blijven gamen. Yes, goed dat jullie weer kijken. Deze keer bespreken we het thema gezondheid. Voor de meeste gamers is gamen een leuke hobby met allerlei voordelen. Maar hoe houd je gamen leuk? En hoe zorg je ervoor dat je jouw gezondheid op peil houdt? Een keerzijde kan namelijk zijn dat er bij gamen klachten komen kijken. Hierbij mijn belangrijkste tips die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Tip 1. Let op je zithouding. Vermijd vooroverbuigen, houd het beeldscherm het liefst op ooghoogte en zet je voeten plat op de grond. Zorg ook voor ondersteuning van je rug, waarmee de natuurlijke lichaamshouding wordt bevorderd. Tip 2. Vermijd het opblijven tot in de late uurtjes, met bijvoorbeeld koffie of energiedrankjes. Veel drinken is natuurlijk belangrijk, maar houd het zoveel mogelijk op water en natuurlijke dranken. Tip 3. Beweeg tussendoor. Lang achter elkaar stilzitten heeft risico's. Regelmatige onderbrekingen om even te bewegen kunnen deze risico's verminderen. Speciaal voor jou heb ik een eenvoudig schema opgesteld die je heel makkelijk thuis kan doen. En deze oefeningen zorgen ervoor dat je veel spieren van je lichaam in beweging brengt en hierdoor sterker en fitter wordt. Een rekoefening voor je polsen. Pas op dat je niet overstrekt. Het versterken van je polsen, dit kan bijvoorbeeld gewoon met je controller. Walk to the plank. En push-up stretch. Uiteindelijk doe je deze oefeningen 3 rondes en 10 herhalingen per ronde. Als je meer oefeningen wilt toevoegen, aarzel dan niet en zoek deze op internet. Zo kan je er weer tegenaan en tijdens de volgende aflevering zal ik langer stilstaan bij de thema's voeding, balans en blessures. Tot dan! Elke maand vragen jullie om je beste plays in je favoriete game in te sturen en de beste play van alle inzendingen krijgt een jaar lang gratis PlayStation Plus. Heb je bijvoorbeeld een zieke goal gemaakt in FIFA of iemand op een toffe manier afgemaakt in Call of Duty, dan kun je zomaar eens deze prijs winnen en je clip in deze video krijgen. Deze maand hebben we een hele toffe play in NBA 2K21 van Gas himself. Hij pakt de bal af, dribbelt naar voren en zet zijn tegenstander compleet voor schut, waarna hij een 3 punten maakt. Kijk maar eens. Gefeliciteerd Gas en bedankt voor het delen. Wil jij nou ook jouw clip in de video? Deel dan je clip op social media met de hashtag Play of the Month om kans te maken op de toffe prijs. Ook deze maand zijn er weer een aantal toffe competities waar jij aan mee kan doen. Afgelopen maand zagen we gamers winnen in FIFA 21, Mortal Kombat 11, NBA 2K21 en Soul Calibur 6. De tofste competitie in februari moest toch wel de FIFA 21 PSG Challenge zijn, waar ruim 2000 spelers aan mee hebben gedaan per kwalificatie. Dit toernooi is onderdeel van de FIFA Club Scouting Competitions, waarvan de eerste dus voor PSG wordt gespeeld, maar er komen nog veel meer toernooien met onder andere Inter Milaan. In dit toernooi moest elke speler met Paris Saint-Germain spelen, zodat iedereen een eerlijke kans heeft. De winnaar van het toernooi kreeg een PlayStation 5 met daarbij €500 aan PSN tegoed. In de finale ronde kregen plaats 2 tot 4 ook nog een flinke hoeveelheid PSN tegoed en zelfs in de kwalificaties konden spelers PSN tegoed winnen. Naast het PSG toernooi was er ook het One-on-One Foot Challenge hashtag United toernooi, waar een speler ook naar huis ging met een PlayStation 5. Ben je nou ook supergoed in FIFA en wil jij ook kans maken op die nieuwe console?
Check dan compete.playstation.com om de competities in de gaten te houden. Er is nog meer voor FIFA-fans, want wanneer de Round of 16 wordt gespeeld in de echte Champions League, wordt er ook een online competitie gespeeld waarbij elke Champions League wedstrijd een toernooi wordt. Hou dit dus in de gaten, we vertellen hier binnenkort veel meer over. Terwijl deze FIFA-toernooien de komende maanden natuurlijk erg cool zijn, hebben we ook nog de Open Series van FIFA, waarvoor je je gemakkelijk kunt aanmelden via je eigen PlayStation. Je hoeft niet eens de game te verlaten om je aan te melden voor een FIFA-toernooi. Je kunt jezelf het makkelijkste aanmelden via je PlayStation-console. Dat doe je via de eventpagina op de homescreen van je PlayStation. Binnen die eventpagina zie je alle aankomende toernooien en kun je daar direct meer leren over die toernooien en je aanmelden om toffe prijzen te winnen. Vergeet daarnaast niet dat de Mortal Kombat 11, Soul Calibur 6 en NBA 2K21 Open Series deze maand weer zijn, waarmee je ook toffe prijzen kunt winnen. Elke week zijn er kwalificatierondes waar je aan mee kunt doen. Alle details hierover vind je zoals altijd op compete.playstation.com en via de eventpagina op je PlayStation. Er zijn natuurlijk veel meer competities die worden gespeeld op PlayStation buitenom het Competition Center. En deze willen we zoals altijd ook even in de spotlight zetten. Je hebt dit mogelijk gemist, maar voor racefans is KNAF Digital gelanceerd. Op dit platform worden nu officiële Nederlandse competities georganiseerd in Gran Turismo Sport en Dirt Rally 2.0. In februari zijn de KNAF Certified Winter Cups met elke week een nieuw event. Je kunt jezelf kwalificeren voor de wekelijkse race in Gran Turismo Sport of probeer de snelste te zijn in de wekelijkse rally in Dirt Rally 2.0. Mocht het je lukken om te kwalificeren, dan strijd je mee voor de prijzenpot van 3000 euro. De eerste GT Sport races zijn al geweest. Die zijn gewonnen door Kai de Bruin en Leon Akkerman. Er is elke week een Cup race en elke week een Dirt Rally 2.0 stage die je zeker niet wil missen. Gefeliciteerd Kai en Leon en veel succes met de volgende toernooien. Iedereen kan meedoen, dus meld je aan via knafdigital.nl als je mee wil racen. Misschien heb je het al voorbij zien komen hier en daar, ik in ieder geval wel, maar desondanks wil ik je wat vertellen over de Next E-Talent Team Gullit. Dit is een programma dat uit zal komen op Videoland, waarin Koen Weiland, Maarten Sonneveld en natuurlijk Ruud Gullit zelf op zoek gaan naar het nieuwe FIFA e-sports talent van Nederland, die onderdeel zal worden van Team Gullit, het talententeam van de ex-voetballer. Het programma start op 2 maart en gedurende 2 weken zullen talenten FIFA ademen op de campus en krijgen ze training in alle facetten van het e-sportersleven. Dat gaat verder dan alleen het spelletje zelf. Zo komen JJ Boske, Marloes Koenen, Andy van der Meijden, Donny, Tim van Dam en Bram Krikke langs om de spelers op alle fronten te testen. Dat gaat van hun uithoudingsvermogen tot hun interview en social media skills. Elke aflevering vallen er talenten af en uiteindelijk blijven er 4 spelers over die in de finale aflevering uitmaken wie de allereerste winnaar wordt van de Next E-Talent. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar het programma, want met deze gasten moet het wel leuk worden. Ga dus kijken vanaf 2 maart wie het nieuwe talent van Nederland wordt. Natuurlijk zijn er ook weer verschillende competities via het Competition Center waar iedereen aan mee mag doen. We hebben competities in Mortal Kombat 11, NBA 2K21, Soul Calibur 6 en ook FIFA 21. Iedereen kan meedoen met de te gekke competities om zo geweldige prijzen te winnen, zoals een jaar lang gratis PlayStation Plus, waarmee je elke maand onder andere gratis games krijgt. Als PlayStation Plus lid download je deze maand nog Destruction All-Stars, Control Ultimate Edition en Concrete Genie gratis naar je bibliotheek. Ben je benieuwd naar de PlayStation Plus games van volgende maand? Hou dan de PlayStation social media kanalen in de gaten. Je kunt je inschrijven voor de verschillende competities via jouw PlayStation of via compete.playstation.com als je mee wilt doen aan een competitie. Je kunt jezelf het makkelijkste aanmelden via je eigen console. Dat doe je via de eventpagina op de homescreen van je PlayStation. En op deze pagina zie je een lijst met alle competities, wanneer deze precies zullen zijn en hoe laat je moet spelen. De competities hebben verschillende formats en prijzen die je kunt winnen. Hoe dit allemaal precies zit, dat lees je dus op de pagina's van de desbetreffende competities. Check dus de pagina's om te zien welke competities er allemaal aankomen, zodat jij kans kunt maken op die te gekke prijzen. Bedankt dat je hebt gekeken naar Competition Center Monthly. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe update om je alles te vertellen over de tofste competities die je kunt bekijken en zelf kunt spelen op je PlayStation.
Ik hoop je volgende maand weer te zien om je alles te vertellen over de dikste competities in Nederland en België. Ik ga nu snel verder met trainen voor de FIFA-toernooien. Check je later. PlayStation.